Wie pakt de titel in Eerste Nationale? Synergie Oudenaarde of Opel Haak-Drongen? In deze testwedstrijd voor de titel is de eerste kans voor Berwouds. Drongen komt goed weg. Na de nederlaag van vrijdag wil Oudenaarde maar al te graag de puntjes op de i zetten. Balrecuperatie Berwouds. Pauls kan de score openen, maar laat het liggen. Drongen is een stuk efficiënter. El Malki puurt de bal in doel, 0-1. Oudenaarde probeert die achterstand snel van het bord te vegen en het schroeft het tempo op. Het schot is van Pauls, maar dat levert enkel een strafcorner op. Een van de meest onderschatte spelers is naar ons gevoel Maxime Maas. Zolenwerk, snelheid van uitvoering en een goede trap, 0-2. De studieronde ligt nu duidelijk achter de rug. Vlotte combinatie van Drongen. Kans voor Da Silva, maar de hoek is te scherp. Oudenaarde laat dan zien dat het niet toevallig de competitie afsloot als leider. Schot van Berwouds, Roeland redt. Joie en Co blijven het initiatief nemen. En dat zorgt voor een kansje voor Brouwers, maar de 0-2 stand blijft op het bord. Nog voor het einde van de tweede periode deelt Drongen opnieuw een tik uit. Maas en El Malki met de voorbereiding en Da Silva maakt het af, 0-3 halfweg. En Drongen start ook gretig aan de derde periode. El Malki komt dicht bij de 0-4. Via een schepcorner brengt Berwouds de stand dan op 1-3. En wat later krijgt Oudenaarde een dot van een kans op de 2-3. Die is voor Berwouds, maar Roeland redt. De meer dan 300 minivoetbalfans zien de wedstrijd nu echt openbreken. Berwouds trapt op de paal. En Drongen brengt een counterwapen Maas in stelling. Finaal trapt Van der Kruisen voorlangs. Net niet is voor Drongen, maar dat telt ook voor Oudenaarde. Van Petegem krijgt zijn schot niet binnen het kader. En een halve minuut later stijgen de titelkansen van Drongen met een ruk. Heerlijke aanval. El Malki mag voor de kerst zorgen. Het leidt tot handspel van Joie. Strafschop dus. En dat heeft El Malki al meer gedaan. 1-4. Joie wil op het einde van de derde periode toch wat achterstand wegknabbelen. De spagaat van Roeland mag er zijn. Bij het begin van de vierde periode brengt Berwouds via schepcorner de stand op 2-4. Oudenaarde voert de druk nu op. Joie probeert het uit de tweede lijn, maar het zit Oudenaarde niet mee. Heel even is het vrouwen en kinderen eerst voordrongen, maar qua efficiëntie is het niet top bij Oudenaarde. Het breekt zuur op, want Maas heeft een superdag. De bal kleeft aan zijn voet. De rust kan tellen en Van der Kruisen moet er enkel nog zijn voet tegen zetten. 2-5. Onthoud één belangrijke regel in het minivoetbal. Het kan altijd keren. Want na de 3-5 via schepcorner komt Berwouds ook dicht bij de 4-5. En de belegering blijft duren. Maar via Van der Kruisen komt ook Drongen dicht bij een doelpunt. Nog 3 minuten, Berwouds groeit in de wedstrijd en hij poeiert de bal voorbij Roeland. 4-5, de strijd is nog niet gestreden. Vergeet vooral de regel niet. Het wordt heel spannend. Van Petegem lijkt voor verlengingen te zorgen, maar Maas is de redder in nood. En dan is het zover, Drongen is kampioen en dat doet duidelijk deugd. Elias El Malki voorspelde het al. Ik was er 100% van overtuigd. Het is een topploeg, heel sterke ploeg. Ook wel de favoriet, als ik eerlijk mag zijn. Maar hoe ik het zie, zijn ze zeker te pakken. We zijn kunnen voorkomen, we zijn 2-0 kunnen voorkomen. En dan merk je dat er zenuwachtigheid sluipt bij de tegenstander. En dan is het zaak van rustig te blijven, proberen de karwei af te maken. Maar ja, we spelen vandaag ook weer tegen een fantastische tegenstander die de laatste 5-6 jaar gedomineerd heeft. En die we nu even gewoon opzij hebben gezet. Dus een grootste prestatie vind ik. Wij waren niet top. We zijn 26 wedstrijden ongeslagen geweest. En net de twee laatste wedstrijden waar het zou moeten geweest zijn, waren niet meer in top weer. De reden, dat weet ik niet, dat moet ik een keer intern bekijken. Maar te veel spelers waren toch een klein beetje onder niveau. Ja.
Het is een tijdje geleden, dus het doet superveel deugd. Ik ben zeer blij voor de club op zich, voor de voorzitter die er dag en nacht werk in steekt. We hebben al een mooi palmarès opgebouwd de laatste 20 jaar, maar het was nu een tijdje geleden.